Het is nu 9:50. Dit is de KRO via het programma Hilversum 2. In theater kunt u vanavond luisteren naar een spel getiteld De Heer en Mevrouw S. wachten op hun gasten van Siegfried Lenz. Het stuk werd vertaald door Ellen Versluis. De regie heeft Leon Povel. Wij zonden dit hoorspel eerder uit op 7 december van het vorig jaar. Die sandwiches, Henry. Kijk eens hoe ze eruit zien. Na 2 uur. Uitgedroogd? Een week. Week en papperig. Oh. Sla was te vochtig, hè? Niet genoeg uitgeslagen. Misschien heb ik ze te vroeg gemaakt. Die worden altijd te vroeg gemaakt. Maar deze zullen heus niet anders smaken dan de sandwiches die je overal voorgezet hebt. Onze gasten zullen zich bij ons op hun gemak voelen, bedoel je? Hm. Nou, in ieder geval kunnen ze je slablaadjes mee eten. Tja. Nou, laten we maar hopen dat er een schildpad bij is. Eén schildpad zal een blaadje op een sandwich leggen en de anderen zullen het braaf nadoen. Ach, je zult er heus niet meer blijven zitten. Kom. Nou, wat mij betreft mogen ze nu komen. Het is pas 7:50. Wat afgesproken om 8:00. Ja, zal ik ze dan maar meteen neerzetten, die sandwiches bedoel ik? Ja, ik ga wat voor ons inschenken, Anne. Nou, beloof je dan dat je ook wel meteen mee eet? Dat beloof ik je. Hoeveel ijsklontjes vandaag? 2 graag. Zeg, Henry. Begrijp jij dat? Wat? Ja, we hebben zin in van alles. En waarom moeten er nou juist sandwiches klaarstaan als mensen bij elkaar komen? Hadden we niet wat anders kunnen bedenken. Een aardig probleem, hoor. Een levenswerk. Nee, serieus. Hier. En? Ja. Dan drinken we op jouw idee. Hoezo mijn idee? Deze avond was jouw idee, of niet soms? Het was toch jouw voorstel om onbekende mensen uit te nodigen? Je begint wel erg gauw met de verantwoording op mij af te schuiven. Nee, jij hebt het voorstel gedaan. Ga maar na. We zouden allebei mensen uitnodigen die de ander niet kent. Klopt dat? Nee, het was ons idee. Op onze trouwdag. Ja, op onze 8e trouwdag, weet ik je. Jij zei, iedereen is als een ijsberg. Ik zei, wat je kunt waarnemen is niet alles. Iedereen heeft zo zijn privé duisternis. Ja, jij had net die Collins vertaald, die moderne Schot. Zijn we trouwens niet van hem uitgegaan? Dat was een moeilijke vertaling. De privé Kerkhoven. Ja, dat weet ik. Ja. Eerst was het een vertaalprobleem. Maar toen heb jij dat voorstel gedaan. Nee, ik gevraagd, Henry. Ik heb eerst alleen maar gevraagd of dat waar was. Of iedereen zijn 6 onzichtbare delen heeft van een ijsberg. Nou, waar of niet? En jij wou het wel eens uitzoeken? Ook bij ons, ja. Op onze 8e trouwdag. En toen, Anne, kwam jij op de gedachte onbekende mensen uit te nodigen? Nee, dat is niet waar. Niet helemaal tenminste. Wij hebben samen een overeenkomst gesloten. Later. Nee, de overeenkomst hebben we pas later gemaakt. Eerst was er het plan iemand uit te nodigen die de ander niet kent. Mensen over wie je het met elkaar nog nooit hebt gehad. Maar die toch van betekenis waren. Van doorslaggevende betekenis. Ach, nee. Zullen we eerst niet nog maar wat drinken? Dat idee is voor mij. Maak jij je zorgen? Waarover? We hebben immers afgesproken dat als de gasten weer weg zijn, dat er dan niets veranderd zal zijn. Dat is voor mij voldoende. Ben je er zeker van dat er niets zal veranderen? Nee. Nee, daar ben ik niet zeker van. Hoeveel mensen heb jij uitgenodigd? 2? Dat moet toch een verrassing zijn, of niet? Een echtpaar. In zekere zin. Wat bedoel je met in zekere zin? Ze leven samen als een echtpaar. Maar zijn het niet? Als je zo doorgaat, en dan bederf je voor jezelf nog het verrassingseffect. Maar ben jij dan niet benieuwd wie ik heb uitgenodigd? Nee. Dat wil zeggen natuurlijk. Bijzonder benieuwd zelfs. Ik moet mezelf bedwingen om niet met veronderstellingen te beginnen. Zeg, weet jij wat jouw gasten drinken? Nee. Jij? Nee. Voor alle zekerheid heb ik ook nog maar wat vruchtensap klaargezet. Jenever en bier en vruchtensap. Zou dat genoeg zijn?
Ik heb er wel eens droge bij gezeten. Ja, hopelijk is niemand allergisch voor eieren, want anders heb ik al die snetjes ei voor niets gemaakt. Ja, ik zal wel opletten. Wat zij niet eten, eet ik voorop. Zeg, Henry. Ik... Opeens... Krijg je nou spijt? Ze zijn al onderweg. En? We kunnen ze nu niet meer terugsturen. Nee, nee, geen spijt, nee, maar zo'n gevoel. In een vakantiekamp was dat als meisje. Wij moesten laten zien of we moed hadden. En om dat te bewijzen, moesten wij in een kuil springen die met een tentdoek was afgedekt. Je kon de bodem niet zien. Nou, we kunnen natuurlijk iets verstuikt hebben als de gasten vertrokken zijn. Jij trekt je er niet veel van aan, hè? Nog een glaasje? Ben jij dan nergens bang voor? Nee, nee, dank je. Onze afspraak houdt nu eenmaal in dat we ons niets wilden besparen. Ik ben dus op het een en ander voorbereid. En moet ik ook op het een en ander voorbereid zijn? Zal ik jou, laten we zeggen, in een ander licht gaan zien? Zoals het staat in het boek, de Privé Kerkhoven. De nabijheid heeft jou onherkenbaar gemaakt. Zoiets, ja. Eén ding is wel zeker, Henry, een leuke avond zal het niet worden. Misschien toch wel, als onze gasten in een goede bui zijn, als ze elkaar aardig vinden. Denk maar aan Oscar. Ja, als jullie elkaar tegenkomen, hebben jullie altijd wel plezier. Als ze elkaar over en weer stimuleren... Is de avond gered, wou je dat zeggen? Nee, maar de tijd zal vlugger voorbij gaan. Als die ons maar niet voorbij gaat. Ik weet het niet, Anne. Het is best mogelijk dat wij een eigen tijd zullen hebben. Zij de hunne... Wij de onze. En ik ken ze niet, jouw gasten? We hadden toch afgesproken onbekende mensen over wie wij nog nooit samen gepraat hebben. Ja, ja, Henry, maar ondanks dat, je zou er toch ooit eens een woord over hebben kunnen loslaten, nietwaar? Heb je er al spijt van? Ik bedoel van die uitnodiging? Het is gek, maar ik verbeeld me dat er nu al iets is veranderd. Heb jij dat ook? Dan geef me toch nog maar een glaasje, Henry. Nee, nee, niet uit de karaf. Die moet vol blijven. Gewoon maar uit het blikje. Als ze weg zijn, weten wij meer van elkaar. Zouden jouw gasten lang blijven zitten? Ik bedoel, zijn het plakkers? Je vraagt te veel, Anne. Wacht nog maar rustig af. Ja, de mijne. Ja, ik kan me voorstellen dat ze vroeg opstappen. Het zijn oudere mensen, veel ouder dan wij. Die zijn om 11 uur wel moe, dacht ik. En jouw zogenaamde echtpaar, zijn die ouder dan wij? Nu weten wij in ieder geval alvast iets. Nou, geef me nog maar een beetje jenever, graag. Ja, doe nog maar wat jenever bij het sap. Dank je wel. Ja, met die ijsblokjes moeten we zuinig zijn. Binnen de 3 uur levert de koelkast geen nieuwe. Dus jouw gasten zijn niet ouder dan wij. Je krijgt ze te zien. Nog een 30 minuten, als ze punctueel zijn. En wat winnen wij ermee? Waarmee? Dat we elkaar een verrassing bezorgen. Gewoon uitwisselen is toch voldoende. De een geeft de ander een duister hoofdstuk op. En klaar is Kees. Waarom moet dat verrassingselement daar nog bij? Dat hadden we nu eenmaal afgesproken. Ja, maar dat kunnen we veranderen. Vermoedelijk, Henry, als ze hier zo zitten te zitten en nootjes knabbelen en als op ze toosten. Dacht je dat dat dan een goede gelegenheid was om kaarten op tafel te leggen? Nootjes knabben? Waarom niet? Waarom zou je bij een bekentenis niet op nootjes kunnen knabben? Ik vind het zelfs heel nuttig. Ten eerste stelt zoiets je op je gemak. En ten tweede ontneemt het aan zo'n moment een zekere pathos, dus... Zullen we ze vertellen waarom we ze hebben uitgenodigd? Dat zal wel aan de orde komen. Vroeger of later. Ja, maar als hun dat dan in het verkeerde keel gaat schiet, wat dan? Dan... Ik denk dat het dan geen lange avond zal worden. Nou, goed, luister, Henry. Mijn gasten zijn midden 60. Getrouwd. Ze heette Jacobsen. Waarom vertel je me dat? Omdat ik het kwijt moet. Omdat ik niets meer aan het toeval wil overlaten. En omdat we ook aan hen moeten denken. Je bent te ongeduldig. Ik ben niet ongeduldig.
Dan heb je een slecht geweten, opeens. Nee, ik heb ook geen slecht geweten, nee. De mensen die ik heb uitgenodigd... Ja, je weet immers niet wat er allemaal is gebeurd. Fair. Na alles moet ik gewoon fair zijn. Beetje late ontdekking, of niet? Toen je die sandwiches klaarmaakte, heb je nog niet aan het risico gedacht. De man die hier dadelijk komt... Pas over een half uurtje. Die ik met zijn vrouw heb uitgenodigd. Ja, dat weet je niet. Hoe zou je ook? Je gaat in tegen de spelregels. Nee, het spelletje is afgelopen. Nu hebben wij regels nodig voor het geval het ernst wordt. Ernst? Voor het geval het ernst wordt, zei? Die man kan het je bevestigen, Henry. Ik ben naar hem toegegaan op een avond... om hem te doden. Jongen, 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 jongen. Mag ik vragen wat voor een soort dood je voor hem had gedacht? De enige man die ik heb willen vermoorden. Alleen maar voorbijgaand, alleen maar zo'n beetje, hoop ik. Je voelt je wel erg superieur, hè? Maar je zult nog opkijken. Je zult ervan opkijken, Henry. Hij zal het allemaal bevestigen. In ieder geval begrijp ik nu wel waarom je daar nooit over gesproken hebt. Vader. Mijn vader, Henry, is niet gestorven. Niet? Hij heeft zelfmoord gepleegd. Wat? Toen zat ik op een Fatalis-congres in Belgrado. Ja. We hebben je geen telegram gestuurd. Vader is geen gewone dood gestorven. Hij heeft zich opgehangen. Hij zag geen uitweg meer. En toen heeft hij het gedaan. Geef me nog eens een blokje ijs. Ja, dat is nou 7 jaar geleden. Je zegt niks. Herinner jij je nog die zin? Je las ze mij voor. Daar stond... Het veiligste bezit waarop niemand aanspraak maakt... zijn onze privé-kerkhoven. Waarom en waarom heeft jouw vader zelfmoord gepleegd? We hadden afgesproken dat we elkaar niet zouden besparen. Hè? Met onze uitnodigingen bedoel ik. En dus? Hij zal het je bevestigen straks, Jacobson. Zoals hij het mij bevestigd heeft. Vader was niet de man waarvoor wij hem hadden gehouden. Niet die kleine enkeling waarop de groten het hadden gemunt. Dat was hij niet. Maar die zaak was toch van hem? Ja, die zaak, als je dat een zaak wilt noemen. Een ketenhol waar hij weddenschappen aannam. Waar kerels met hun hoed op rondhingen en in hun tanden stonden te peuteren. Een zaak. Ja, bij dat soort lui stond vader in een goed blaadje. Hij gaf hun tips. En zij gaven hem tips. En jouw gast Jacobson, was dat een van hen? Nee, de man die ik heb uitgenodigd hoort daar niet bij. Ik weet niet hoe het nu is, maar toendertijd waren alle boekmakerszaken in de stad van hem. Allemaal. Op één na? Ze hebben mijn vader het ene bod na het andere gedaan. Maar hij kon zijn zaak niet laten schieten. Oh, hij heeft toch zelf gewed? Als ik me niet vergis, was hij een van zijn beste klanten, of niet? Vader had de beste tips. Hij kende de stambomen van alle paardenfamilies uit zijn hoofd. Van de beroemdste tenminste. Mm. Hoe vaak heeft hij niet bij mij geleend? Hmm. Ach, Henry. Wat kon hij niet lief zijn. Hoe vergenoegd als hij geld kwam lenen bij ons. Onder ons en? Hij heeft ook mij aangeschoten. We waren toch niet eens getrouwd. En heb je hem wat geleend? Gegeven. Uit voorzorg heb ik het hem maar meteen cadeau gedaan. Oh, hij kon van alles vergeten. Hoe dan ook, hij omhelste me. Nogal stevig zelfs. En hij noemde mij een nobele schoonzoon. We kenden hem, maar we wisten veel te weinig. Over alles sprak hij alleen maar in het vage. Nou ja, als het dan maar... als het niet om hele bedragen ging dan... En daarom kwamen wij ook niet over zijn moeilijkheden te weten. Ja, alleen maar af en toe als hij vond dat hij onze failliet moest uitleggen. Ze willen me kapot maken, zei hij nou, dan. Kom, kom. De grote Jacobson wil mij met alle middelen kapot maken. Ja, neem een sigaret, Anne. Met geen woord heeft...
heeft hij erover gerept dat hij zijn zaakje al lang had verkocht. Dat hij niets anders meer bezat dan zijn hartstocht. Jacobson had het dus klaargespeeld. Jacobson had het kantoor gekocht, ja. Vader mocht als filiaalhouder aanblijven. Nou ja, zo'n soort filiaalhouder, je weet wel. En jullie? Jullie wisten er allemaal niets van? Wij wisten van niets. Wij hoorden alleen maar dat er iets ergs, iets kwalijks aan de gang was. Een drijfjacht die Jacobson op touw liet zetten. Op vader. Jacobson. Je had moeten horen hoe hij die naam uitsprak. Hoe verbitterd. Telefoon. Nee, je hoeft niet op te nemen. De storingsdienst is bezig. Ze hebben van tevoren gewaarschuwd. Ah, ik dacht al dat iemand zou af zijn. Zo laat nog? Nou, zie je wel, het houdt al op. Zo laat kan toch niemand meer afzeggen? Ja. Jacobson. Als zijn naam viel, zag ik hem gewoon achter vaders stoel staan. Reusachtig. Met een strop in zijn hand. Hij was gewoon aanwezig. Vermoedelijk is hij tenger en klein van stuk, die gast van jou. En toen het gebeurde... Met Jacobson? Nee, met vader. Jij zat op dat vertalerscongres in Belgrado. Aan de kast. Hij had zich aan de kast opgehangen. Toen ze het mij kwamen vertellen. Toen ik hem zo zag, Henry. Hij zag er zo opgejaagd uit. Ook als dode. Zo opgejaagd. Schoveltjes. Ach, misschien had jij het ook wel gedaan. Wat, Ben? Ik nam mij iets voor. Toen ik hem zo zag, toen zwoer ik iets bij mijzelf. Genoeg doen? Bij deze dood wou ik mij niet zomaar neerleggen. Noem het voor mij pas vergelding. Jij was weg. En ik had maar één enkele gedachte. En toen, 's avonds, nam ik jouw revolver. Die was geladen. En met dat ding in je tasje reed je naar zijn huis? Eerst naar zijn huis. En toen naar zijn kantoor. Hij was nog op kantoor en zat te werken. Hij was alleen. Kende je hem? Ik bedoel, hadden jullie elkaar ontmoet voordien? Wij maakten kennis. Hij had de situatie onmiddellijk door. Hij begreep gewoon. Je zult hem nu leren kennen en je zult merken dat hij zelden om nadere uitleg vraagt. Ik zei hem waarom ik gekomen was. En de gevolgen? Had je helemaal niet aan de gevolgen gedacht? Ja, Henry, merkwaardig genoeg heb ik aan de gevolgen gedacht. Noodweer. Ik wou het zo doen dat het allemaal op noodweer zou lijken. Er waren geen getuigen, het was donker. Wij waren alleen op zijn kantoor. Ik had uit noodweer gehandeld. Ja, hoewel. Hoewel? Hij ziet er nog veel ouder uit dan hij is. Een tengere man met een moe gezicht, vermoeide benen. Onderschat zo'n type niet. En verder? Hij is maar half zo groot als ik. Een heel tenger mannetje. Misschien zouden ze aan mijn noodweer ook geen geloof hebben gehecht. Maar ik wou bij mijn voornemen blijven. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Dat heb je hem gezegd, hè? Hij moest alles weten. Waarom ik gekomen was, hoe het zou aflopen, alles gezegd, ja. En hij liet mij uitspreken. Hij knikte. Hij luisterde naar me. Ja, wat had hij anders moeten doen? Vond hij het niet aardig van je? Wat aardig? Dat je hem niet in het ongewisse liet waarom hij gedood moest worden. Ik bedoel maar, je kunt ook zonder uitleg schieten. Die ironie van jou, Henry, ik geloof dat hij hier niet zo erg op zijn plaats is. Vaders dood. Hij was de schuld van vaders dood. Hij had hem kapot gemaakt en dat heb ik hem ook gezegd. En ik zei ook tegen hem dat ik hem zou doden. Nou, aangezien je hem hebt uitgenodigd, heeft hij het kennelijk overleefd. Je acht mij er niet toe in staat. Je gelooft zeker niet dat ik geschoten zou hebben. Jawel, en nu wel. Ik acht je er toe in staat. Ik moet wel. Ik zou het ook gedaan hebben. Maar toen, ja, je had het moeten meemaken, die onzekerheid, die,
besluiteloosheid. Hij keek me alleen maar aan en schudde zijn hoofd. Alles goed en wel, het was toch een hele verrassing. Nee, geen verrassing. Hij wist gewoon niet zeker of hij het beeld moest verstoren. Het beeld dat ik van mijn vader had. Ja, ik weet het niet zeker, Henry, maar ik denk dat Jacobson twijfelde of hij mij klaarwijn moest schenken. Omdat hij jou wilde sparen? Omdat hij mij iets wou besparen, ja. Ah. Zo ver is hij gegaan. Hij wist wie vader was. Hij kende hem beter dan wij. Weet je dat nog? In de privékerkhoven stond... Stuur niemand weg die u aanbiedt het weten van de nacht te delen. Ja, ja, ja. Dus Jacobson heeft jou de ogen geopend. Vader had zijn zaak vrijwillig verkocht. Ach, Henry, toen het water tot aan zijn lippen kwam, toen ook steekpenningen niet meer hielpen, toen heeft hij verkocht aan Jacobson. Jacobson gaf hem een kans. Hij gaf hem zelfs een tweede kans toen er verduisteringen aan het licht kwamen. Vader had zich ook aan verduisteringen schuldig gemaakt. Maar als het nog niet zo gelopen was, stel je voor dat je Jacobson had vermoord. Stel je dat eens voor, Anne. Ja, je ziet er opeens zo geschrokken uit. Ja, nam hij die revolver af? Ik ben heel lang bij hem gebleven. Hij vertelde over vader. Alles wat niemand van ons nog wist. Ik kon aan hem zien hoe moeilijk het hem viel. Hij liet mij bewijzen zien. Nee, hij nam mij niet mijn revolver af. En toen ik wou opstappen... Ja, wat gebeurde er toen? Toen gaf hij mij te drinken. Ja, dat is een goed idee. Voor onze gasten komen, ik neem ook nog een. Moeder wees hem af. Zij wou zich niet door hem laten helpen. Hij heeft jullie geholpen? Later, ja. Maar moeder weigerde om iets van hem aan te nemen. En toen werden wij bondgenoten, Jacobson en ik. Moeder weet tot op de dag van vandaag nog niet dat het zijn geld was dat ik haar gaf. Jullie hebben elkaar dus nog dikwijls gezien, Jacobson en jij? Af en toe, de eerste tijd. Maar sinds jaren al niet meer. En ik heb er nooit iets van gemerkt. Niets van geweten. Op een keer, Henry. Het is al lang geleden, toen heb jij die cellers vertaald. Ja? Schuilplaatsen heette dat. Dat ging over die vrouw die nooit iets voor zich kon houden, weet je nog? Ja, 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 ja. En jij zei toen dat zij iets van mij had. Zij moest praten, alles maar doorgeven. En toen zei ik tegen jou dat je ook kunt praten om iets te verdoezelen. Jij noemde haar een zender zonder een gerichte straal. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien, die Jacobson? 5 jaar geleden, dat moet 5 jaar geleden zijn. Ik denk dat jij best met hem overweg kunt. En zijn vrouw? Een grote, flappende hoed. Meer weet ik niet van haar af. Weet zij wat jij destijds met hem van plan was? Nee, nee. Ik weet het niet. Voel jij je nou niet meer op je gemak? Ik bedoel, vind je het een onprettige situatie worden? Met het oog op vanavond. Ja, we zouden het toch op aan laten komen. We hadden toch afgesproken ons niets te besparen, dus. De onbekende 7e delen. Van de ijsberg. Precies. In ieder geval ken je nu mijn gasten. Ze zijn nog onbekend genoeg. Moest het je vertellen, in hun belang. Toch is er nog plaats voor verrassingen. Weet je, Anne? Vind je nou nog steeds nog een goed idee om mensen uit te nodigen over wie we nog nooit met elkaar hebben gesproken? Je bedoelt dat we er niets mee winnen? Stil, stil. De eerste gasten komen eraan. Dat was de bel van hiernaast, niet van ons. Het is ook pas 15:15. Waarom zeg je niks? Ja, wat moet ik zeggen? Punten geven? De hele geschiedenis nagaan en verklaren dat ik je nu pas goed ken? We hadden toch uitgemaakt, Henry, dat er niets zou veranderen? Ja, alleen hebben we daarbij iets over het hoofd gezien. De anderen? Onszelf.
We hebben er geen rekening mee gehouden dat elke nieuwe wetenschap ons verandert. Als eerst maar eens alles achter de rug is. Deze avond. Ja. Hoop jij dat ook? Ja. Ik heb overigens maar één gast uitgenodigd. Eentje? Ik dacht dat jouw gasten een getrouwd stel waren. Je zei toch dat ze in zekere zin getrouwd zijn? Eén van de twee kan maar komen. Zij? Hij. Alleen hij komt. Dan hebben we veel te veel sandwiches. Hopelijk is hij een goede eter. Hij zal wat langer blijven, Anne. Huh? Ik bedoel, mijn gast zal voorlopig onder ons dak blijven. Tot de sandwiches op zijn? Misschien raak je hem wel nooit meer kwijt. Wacht maar af, wacht maar af. Dat is een mooi vooruitzicht. En je hebt mij echt nooit over hem gesproken? Niet op gezin speelt? Mogelijk komt hij je wel bekend voor. Na een poosje. We zijn ongeveer even oud. Toch niet de bibliothecaris? Hij heet Julius Gassman. Nee, je kent hem niet. Hij is geen bibliothecaris. Nee. Is het een saai? Bioloog. Dat wil zeggen, dat was hij een tijdje. Of nog beter gezegd, dat wou hij worden. Ik veronderstel dat jullie elkaar al heel lang niet meer gezien hebben. Heel lang, ja. De laatste keer, dat was kort voor het einde van de oorlog. Nou, het is te hopen dat jullie elkaar nog herkent. Ben je weer tegen het lijf gelopen pas? Ik ben hem nooit vergeten. Julius Gassman was voortdurend aanwezig. En jij hebt mij nooit iets over hem verteld? Vandaag, en we hadden toch afgesproken vandaag gasten uit te nodigen waarover wij het samen nooit hebben gehad. Onbekenden. Met wat voor risico ook. Geef me alsjeblieft nog wat te drinken. Zeg, zouden we nog niet even wat moeten luchten? Even, gauw. Ik heb er lang over nagedacht wie het nou zou kunnen zijn met wie ik je zou laten kennismaken. Nu zijn we dan zover dat je hem leert kennen. Julius Gassman. Niemand is voor mij van zoveel betekenis geweest als hij. In zekere zin was ik niet zonder hem. Hoe noem je dat ook weer bij het veredelen? Bij het veredelen, wat bedoel je? Ja, noem je dat nou niet spleetenten? Als je een insnede maakt in een tak en als je die dan vastmaakt aan een andere tak. Noem je dat niet spleetenten? Ik begrijp je niet. Ja, er bestaat in ieder geval een verbinding tussen ons. Een vaste, al vergroeide verbinding. Zoals in de privékerkhoven, waarin staat, luister en vertoon je nooit mijn heimelijke begeleider? Julius Gassman. Aan het einde kregen ze hem toch nog te pakken. Ze kregen hem te pakken? Gevangenschap. Kort voor het einde raakte hij nog in gevangenschap. Zijn 25e verjaardag bleef hij aan boord, midden op de Atlantische Oceaan. Je hebt hem op een schip ontmoet? Op een vrachtschip, vol met gevangenen. Ze brachten hem naar de overkant. Groot konvooi tegen de 30 schepen. En daarbuiten opereerden altijd nog een paar onderzeeërs. Dan is hij van jouw lichting, Henry. Ze hadden hem geregistreerd en met een groot transport aan boord gebracht. Het schip moest naar Boston. Nou ja, sommigen hadden het ook over Philadelphia. Geen eis, dank je. Jullie zaten dus op hetzelfde schip. Toen het gebeurde, stonden een heleboel gevangenen in het wasruim. Ook Julius Gassman. Het gebeurde in de morgenschemering. We werden getorpedeerd. Dat heb je al eens verteld. Door een eigen torpedo. Ah, ze kon het toch niet weten. Er stonden er heel wat bij elkaar in het wasruim, zo'n noodwasruim. Meteen stortte het water naar binnen. In een sombere gang, voor het wasruim, hingen de uniformjasjes. Dat wil zeggen, ze lagen op een smalle houten bank. Bij de deur raakten ze allemaal klem. Maar Julius kwam eruit. Maar op zo'n moment, Henry, denkt iemand dan nog aan zijn jasje? Er zijn er die aan hun tandenborstel denken. Het schip zonk snel. Er zonken nog twee anderen.
Julius Kastman werd opgevist. Een torpedojager nam hem aan boord. En hij bleef daarop tot ze in Baltimore aankwamen. Zat jij op datzelfde schip? Dat komt nog. Er werden niet veel schipbreukelingen gered. Bovendien, voor de Amerikaanse kust ging het konvooi uit elkaar. Julius Kastman kwam in Baltimore terecht. Maar zijn besluit had hij al eerder genomen. Al aan boord van die torpedojager. Welk besluit, Henry? Wat bedoel je? Zijn eenheid hadden ze tegen de ondergrondse ingezet. Hij had een vreselijke vergeldingsacties meegedaan. Zijn eenheid was gevreesd. Zelfs de illegale zender had het bekendgemaakt. Telkens opnieuw. Je wou vertellen wat Kastman voor besluit genomen had. Ja, aan boord van de torpedojager nadat hij was gered. Het was niet zijn eigen jasje dat hij droeg. De papieren, ik bedoel de officiële lijsten, waren in de diepte verdwenen. Hij moest dus opnieuw geregistreerd worden. Onder een andere naam? Hij vond brieven in het jasje, een blikken doosje met naaigerij, brieven en een legitimatiebewijs. Met foto? Het was eigenlijk alleen maar een schriftelijke verklaring zonder foto. Een verklaring dat de bezitter ervan officieel als vertaler was erkend. Maar de brieven waren nauwelijks te lezen. En gaf dat helemaal geen moeilijkheden? Ja, natuurlijk, het moest wel vlot gaan. Zij hadden hem immers opgevist. Toen ze hem vroegen zijn naam te spellen, liet hij die verklaring zien. De situatie gaf geen aanleiding tot enige argwaan. Hij werd geregistreerd. En daardoor is hij eraan ontkomen. Aan wat? Aan zijn verleden. Of in ieder geval aan dat deel van zijn verleden waarvan hij nog zo het een en ander te duchten had. Dat halve jaar waarin hij deel had uitgemaakt van de vergeldingseenheid. Wat een zelfbeheersing heeft iemand nodig. Hij nestelde zich gewoon in zijn nieuwe naam. Hij meubileerde als het ware in een nieuwe levensloop. Ja, natuurlijk moest hij voortdurend opletten. Zijn hersens erbij houden. Maar toen, in dat kamp, gebeurde het dat hij voor het eerst, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die aangenomen naam droomde. Hoe bedoel je? In zijn droom verscheen hij zichzelf niet meer als Julius Kastman. Dat was voor het eerst dat hij en zijn nieuwe naam één werden. Ja. Ja, zo kwam die eenheid tot stand. Voor zolang hij daarin zat, voor de duur van die gevangenschap. Stel je eens voor, Anne. We hadden een soort kampuniversiteit daar in Virginia. Je kon aan een massa studierichtingen meedoen. Zelfs een medicus van de rechterlijke macht gaf colleges in zijn vak. En Kastman deed vermoedelijk talen. Kastman koos talen, juist. Behalve Engels en Frans, ook Italiaans. Bakkeert er nog maar aan dat hij daar ginds ook nog zijn bul haalde. Hij kreeg hem. Van de examencommissie van de Amerikaanse universiteit. Dat heeft hij volgehouden. Dat kan toch geen mens? Wat? Ja, wanneer heeft hij zich weer terugveranderd in Julius Kastman? Was het dan nodig? Het ging uitstekend zonder hem en zonder de biologie. Nou, een zeker risico was er natuurlijk wel. Maar met de jaren werd dat minder. Ja, en die ander beviel hem best. Soms had hij zelfs het gevoel een taak op zich genomen te hebben, die de moeite waard was, een taak voor het leven. Het was alsof hij tegenover het toeval van zijn afkomst een bewuste keuze had gezet. Maar zijn familie, hij heeft toch familie? Vermist. Voor de familie gold hij als vermist bij schipbreuk. En zijn nieuwe familie? Die hij daarvoor had ingeruild? Één keer had hij heeft hij zo'n opsporingskaart van het Rode Kruis gekregen. Die zaak heeft hij afgedaan als berustend op een misverstand. Net iets voor hem. En tot op de dag van vandaag, Henry, tot nu toe is hij zo gebleven? Ik zei immers dat hij het gevoel had een levenstaak op zich genomen te hebben. Henry? Ja? Ja, hoe moet ik hem nou aanspreken? Met meneer Kastman? Ik denk niet dat hij daar prijs op stelt. Hij heet ook Henry. Zoals jij? Hij heet Henry Scheffer. Wat?
Julius Kasman heet nu Henry Sheffer. Dat is niet waar. Het is waar. Ja, en het is waar. Dat heb je alleen maar bedacht. Julius Kasman komt niet omdat hij er al is. Je zult het zien, hij komt niet. Geloof je het niet? Nee, Henry. Ik geloof je niet. Ik kan je de brieven laten zien. En die verklaring van de Vertalersbond. Je kan me zoveel laten zien. Ik geloof je niet. 8 jaar. Je kunt toch niet 8 jaar met mij samenleven onder een andere naam? Wat zou het voor verschil hebben gemaakt? Voor jou? Ja, Julius tegen me gezegd is alles. Je wilt me alleen maar voor de gek houden, nietwaar, Henry? Je wilt me alleen maar voor de gek houden. Nee, Anne. Het was jouw idee. Die ijsberg. Die onbekende zevende delen. Ik heb gezocht en gezocht. Er bestaat geen onbekende die ik had kunnen uitnodigen. Behalve Julius Kasman. En dat ben ik zelf. Ik was het. Mijn God. Als dat waar is. Weet je wat dat voor mij betekent? Voor mij en voor ons huwelijk. Ik zei immers en... Mijn gast is in zekere zin getrouwd. En besef je dan niet wat dit voor gevolgen kan hebben? Als je mij in plaats van Henry Julius noemt? We waren toch overeengekomen, al gasten weg zijn, is er niets veranderd. Alles is ongeldig. Als dat waar is, Henry, dan is alles ongeldig. Niets is ongeldig. En ik zeg het je nog eens, en het is waar. De man met wie ik jou wou laten kennismaken heet Julius Kasman. Hier staat hij. Dit houd ik niet meer uit, Henry. Er werd gebeld. Wat zeg je? Je gasten hebben gebeld. Ik kan het nou niet. Ga maar heen. Heer en mevrouw Jacobsen, jij hebt ze uitgenodigd. Nou, verzin maar wat ik kan het gewoon niet. Ja, goed. Dan zal ik even open doen. Ten slotte heb je ze ook in mijn naam uitgenodigd. Zeg dat er iets niet klopt, alsjeblieft. Zet onze glazen weg. Doe niet open. En die asbak. Henry. Onze gasten. In ons programma Theater hebt u geluisterd naar De Heer en Mevrouw S. wachten op hun gasten, een spel van Siegfried Lenz, met medewerking van Christine Evert en Erik van Donk. Het stuk werd vertaald door Ellen Versluis en geregisseerd door Leon Povel. Dit was een herhaling van 7 december van het vorig jaar.